Nou, wat voor een voorstelling zaten we nou te kijken, vrienden? Ja, heb je dat gezien daar met die klimaatkneuzen daar op de A12? En de politie. Ik bedoel, waar ging dat nou allemaal over? Dat lijkt toch helemaal nergens op, vrienden? Nou heeft de burgemeester van Den Haag, die heeft gezegd, er mag niet gedemonstreerd worden op de A12. Nou, niet. En wat zegt, zeg maar, klimaatkneusjes? Die zeggen dan van, oh, maar dat doen we toch. Oh, dus die gaan daar zitten. Nou, daar staat die hele politie. En die politie zat dan met een waterkanon. Maar die mogen weer niks. Want ja, die komen... Ja, hij mag niet met de volle straal erop. Nee, dat mag niet. Nee, Nederland. Nou, dus wat doen we dan? Dan komen we daar met een waterstraaltje. Nou, alsof ik... op de wc stond, vrienden. Zo'n straaltje, die produceer ik ook. Daar kwamen zij mee. Nou, het is niet te geloven, zeg hé. En die gasten, ja, die vonden het natuurlijk allemaal leuk. En gezellig een beetje dansen, dit en dat. En daarna, dan worden ze afgevoerd, hè. Dan moeten ze gewoon even gezellig de bus in. En ze worden ze gelijk... losgelaten. Gaan we weer naar huis. Dit was hem. Wordt verder niet vervolgd. Nou ja, zeg. Ik bedoel, dat openbaar ministerie, weet ik veel dat, en of dat nou Den Haag is of wie dan ook, die doen dus niks. Die vinden het verder allemaal goed. Laat maar gaan. Laat maar gaan. En die politiebonden, die zijn natuurlijk nou boos. Ja, die zeggen van, ja, hallo. We staan daar voor joker. Die stonden inderdaad daar voor joker, ja. Die politie. En dat OM, die doet nu gewoon... Die versturen nu gewoon een uitnodiging. Aan die klimaatkneus. Ja, ga je gang maar. Doe maar. Ja, doe je best. Wanneer komen jullie weer? En dan gaan we jullie weer gezellig een beetje zo, een beetje besproeien zo. En dan mogen jullie wel even mee met ons in de bus. Gezellig. Ja, die. Ja, vrienden. En die kneusjes. Ik moest eerst wel een tijdje om ze lachen, weet je wel. Maar dat lukt me gewoon niet meer. Het zijn gewoon, weet je, het is allemaal zo zielepieterig. Het is ook allemaal zo puberaal. Dat is wat het is, vrienden. Puberaal. Ik bedoel, vroeger, weet je wel, als je dan boos was, dan ging je op straat en dan ging je op de soep zitten en dan riep je moeder je binnen. Ze zei, nou kom je binnen. En dat deed je dan niet, dan bleef je daar boos zitten, weet je wel. Dat hebben ze over zich. Het is allemaal zo kinderachtig. En je bent natuurlijk ook, ze zijn niet serieus te nemen. Nee, natuurlijk niet. En zijn dan ook geen gesprekspartner voor de mensen die de beslissingen moeten nemen over het klimaat. Nee, want het is allemaal een beetje halfgaren. Dit is allemaal niks. Nou goed, nou, maar die kneusjes, ja, die hebben nu een uitnodiging gekregen van het Openbaar Ministerie. Het heeft geen enkele consequentie als je daar op de A12 gaat zitten en je doet maar wat je wil en ze kunnen verder demonstreren wat ze willen, want ze worden toch niet vervolgd. Nou, oké, dan weten we dat. Jongens, vanaf nu, de kneusjes hebben vrij spel.